Hallo, goedenavond iedereen. Mijn naam is Kim Mampai. Ik werk bij Unizo op het hoofdkantoor in Brussel, waar ik deel uitmaak van het team van Unizo Retail. Ik ben ook coördinator van Weekend van de Klant. En binnenkort op 2 en 3 oktober is het weer zover. En vanavond hebben wij eigenlijk een van onze trouwe partners, hoofdpartners zelfs, uitgenodigd. Bankcontact Payconiq Company. We gaan het zo dadelijk hebben over de stijgende trend in het mobiel betalen. Uiteraard ook over de mogelijkheden van Payconiq voor jouw zaak. Ik ga zo dadelijk het woord geven aan Eva de Meij. Zij is business developer bij Bankcontact Payconiq Company. Inge de Pauw gaat daarna ook nog een paar dingen vertellen aan jullie. Ze werkt bij de marketing en communicatie. Maar ik wil jullie eerst graag nog iets praktisch meegeven. Ik heb met Eva en Inge afgesproken dat we jullie vragen op het einde van de presentatie gaan behandelen. Dat wil niet zeggen dat je tijdens de presentatie geen vragen kan stellen. Als er dus zaken bij jou opkomen tijdens het verhaal van Eva of Inge, dan mag je dat aan mij laten weten via de chatfunctie. Dus rechtsbovenaan op jullie scherm zie je normaal de mogelijkheid om te chatten met mezelf dan. De vragen zijn anoniem. Het is te zeggen dat enkel ik ze te zien krijg. Ik ga ze dan bundelen en dan na de presentatie leg ik ze voor aan Eva en Inge. En dan krijgen jullie de antwoorden op al jullie vragen. Misschien ook niet onbelangrijk is dat het webinar integraal wordt opgenomen en dat jullie dat straks ook automatisch in jullie mailbox krijgen. Dus dan kunnen jullie alles nog eens rustig herbekijken. Tot slot, het webinar wordt eigenlijk het beste ondersteund in Google Chrome. Dus moest je tijdens de presentatie, als je scherm blijft hangen, als je wat problemen zou hebben met geluid, kan het misschien wel helpen om het eventjes te verversen in Google Chrome. Tot daar voor mij, Eva, ik geef jou heel graag het woord. Dankjewel, Kim. Goedenavond iedereen. Dus ja, mijn naam is Eva de Meij. Ik ben Business Development Manager bij Bankcontact Payconiq Company. En eigenlijk hou ik mij voornamelijk bezig met het stukje Payconiq. Ik ben sinds 2016 al actief bij Payconiq en nadien meegegaan naar Bankcontact Payconiq Company. Ik overloop graag eventjes de agenda voor vanavond met jullie. Ik ga jullie uitleggen wie of wat Bankcontact Payconiq Company is. We kijken eventjes terug op 2020. Dat wil zeggen dat ik daar met cijfers rond jullie oren ga slaan. Daarna leg ik eventjes uit wat Payconiq is en wat de voordelen voor jullie kunnen zijn. Welke verschillende opties wij hebben. Dat wil zeggen welke verschillende producten dat we aanbieden. Hoe dat je kan onboarden, dus een contract aangaan en facturatie. En daarna is het de beurt aan Inge, die iets meer toelichting zal geven over de geplande marketingcampagnes. Dus we beginnen bij het begin. Wie of wat is Bankcontact Payconiq Company? Dit is een foto van mijn geweldige collega's. Zoals jullie zien is ons team niet bijstergroot. Iedereen denkt dat wel, het is een heel groot bedrijf zijn. Dat valt heel goed mee. Bankcontact Payconiq Company is in eind 2018 ontstaan door de fusie van Bankcontact en Payconiq. De beide merknamen blijven bestaan, maar het wordt dus één overkoepelende firma. Voor handelaren blijven de beide opties los van elkaar aangeboden, dus zowel Bankcontact als Payconiq. Voor de consument hebben we ervoor gekozen om een eengemaakte app te voorzien, zodanig dat die zich niet meer moet afvragen van welke app moet ik momenteel gebruiken, eentje voor de beide systemen. Nu, Payconiq en Bankcontact is niet altijd voor iedereen duidelijk wat het verschil is. Nu, in grote lijnen, je ziet bij Bankcontact de kaart staan. Bankcontact is kaartgerelateerd en wordt ondersteund door quasi elke Belgische bank. Die kaartbetalingen die kan je doen met een pincode, zonder een pincode, contactloos, met de kaart in terminal, op alle mogelijke manieren. Jullie wel bekend. En dan Payconiq is via de Payconiq bij Bankcontact app dat je betaalt of via een bankapp. Momenteel is dat CBC, KBC en ING. Maar je kan ook je rekening koppelen.
Als je bij een van de grootbanken een rekening hebt. En die betalingen gebeuren eigenlijk achterliggend via een overschrijving. Dan een terugblik op 2020. 2020 is een heel speciaal jaar geweest voor iedereen, maar heeft zeker op het vlak van betalingen voor een aardverschuiving gezorgd. Dus door corona heeft de regering ook gevraagd om zoveel mogelijk cashless te betalen, want geld is vuil. En dat is eigenlijk massaal opgevolgd. Dat zien we ook aan de cijfers. Er zijn 1,65 miljard digitale betalingen geweest, wat een groei is van 10% ten opzichte van 2019. Er zijn 1,47 miljard transacties uitgevoerd in fysieke winkels, dus dat is zeggen met de bankkaart. En dat is een groei van 7,7%. Om een idee te geven, er zijn momenteel ongeveer 17 miljoen kaarten in omloop. Dus dat is een gigantische hoeveelheid. Nog een cijfertje. 160 miljoen transacties werden gedaan in webshops. En dat is een spectaculaire groei van maar liefst 62% ten opzichte van 2019. En 125 miljoen mobiele transacties zijn er uitgevoerd. Ook een groei van 88%. Dus de cijfers spreken voor zich. In de kleine lettertjes ziet u hier staan, 16,5 miljoen van die betalingen zijn P2P. Dat wil zeggen van particulier naar particulier. Misschien ken je de Bikonibai Bankcontact app en dan weet je dat je in je... dat je je telefoonlijst kan koppelen in je app, zodanig dat je die personen van op afstand een betaling kan doen. En dat is een voorbeeld van die peer-to-peer betaling. Als laatste hier heb ik ook een slide toegevoegd om eventjes te laten zien van oké, wij kunnen wel geweldig overtuigd zijn van onze Bikonibai Bankcontact app, maar zijn de gebruikers dat ook? En blijkt, ja, die zijn dat ook. En dus er is een heel grote tevredenheid bij de klanten. En 86% vindt dat het eigenlijk op meer plaatsen aangeboden zou moeten worden. 82% geeft aan dat ze vaker gebruik willen maken van de Bikonibai Bankcontact app om hun betalingen uit te voeren. Ook de tevredenheid, dus of dat de app voldoet aan hun verwachtingen, ook daar scoren we zeer goed een 82%. Wat is nu het voornaamste wat we kunnen onthouden van 2020? Een continue groei van het aantal mobiele transacties, de cijfers spreken voor zich. Maar de grootste winnaar van het afgelopen jaar was waarschijnlijk wel het contactloos betalen. Wat bedoel ik met het contactloos betalen? Dat je je kaart niet meer in een terminal steekt, maar dat je die er langs houdt of je telefoon langs die terminal houdt om je betaling uit te voeren. En uiteraard, mobiele betalingen zijn aan een steile opmars mee bezig. En consumenten geven ook aan dat ze dat meer en meer willen gebruiken. Dus het zal zeker geen eendagsvlieg zijn. Wat zien we in 2021? Volledige cijfers daarvan zijn er nog niet, maar ik wou het toch al meegeven, omdat het toch wel aangeeft dat het zal blijven evolueren in diezelfde richting. 77% van alle online transacties in juli 2021 waren mobiele transacties. En 25% van de betalingen die in winkels uitgevoerd zijn, is ook mobiel. Dus dat is ook weer een enorme stijging. En dan 49% van de in-store kaarttransacties, die zijn contactloos. Dus ook daar een enorme evolutie. Dan kom ik tot de uitleg van wat Bikonic nu eigenlijk is. Voor diegenen die onze fantastische app nog niet op hun telefoon staan en ligt
licht ik eventjes toe hoe dat je een betaling als consument kan uitvoeren. Je opent de Payconiq by Bankcontact app. Je scant de QR-code. Die QR-code kan van een scherm zijn, kan van een sticker zijn, kan online zijn, dus eender waar. Je bevestigt met je pincode, je vingerafdruk of via gezichtsherkenning. En de betaling wordt uitgevoerd waarbij je dan de welbekende piep-piep hoort. De Payconiq-codes die kunnen gescand worden met de Payconiq by Bankcontact app, de KBC en ING app en CBC. Er zijn grootbanken die ook op hun planning staan hebben om Payconiq in hun eigen app te voorzien, maar dat zal maar voor begin volgend jaar zijn. Ik heb eventjes opgelezen wat het grote verschil is tussen Bankcontact en Payconiq. Ik ga niet het hele overzicht met jullie doornemen, maar de belangrijkste dingen om te onthouden zijn Bankcontact kaartgerelateerd. Payconiq is gekoppeld aan een rekening. En dus vandaar als je als gebruiker in de app je rekening niet gekoppeld hebt, ga je ook niet alle functionaliteiten van Payconiq kunnen gebruiken, bijvoorbeeld de VAS. Wat is de VAS? De Value Added Services. Dat zijn speciale dingen die wij voorzien binnen onze app, zoals bijvoorbeeld het aankopen van een treinticket, een donatie doen voor een goed doel. Je kan in onze app, als je met vrienden iets gaat eten, direct de rekening splitsen en betaalverzoeken sturen naar alle deelnemers van dat diner. Dus ook dat is een functionaliteit die je enkel bij Payconiq hebt. Wat ook nog zeker het vermelden waard is, Bankcontact werkt enkel en alleen via tussenpartijen. Welke tussenpartijen zijn dat? Bijvoorbeeld een Worldline, een Ingenico, een Molly, een CCV. Het werkt altijd indirect. Payconiq heeft de mogelijkheid om zowel direct als indirect via diezelfde partners te werken. Dus dat is wel, als je bijvoorbeeld een kassasysteem hebt, dan is het perfect mogelijk om via die leverancier ook Payconiq te integreren. Wat zijn nu de voordelen om Payconiq in uw zaak op te nemen? Je kan heel vlot betaald worden. Er is eigenlijk in C niets nodig om te kunnen starten met Payconiq. Er is geen hardware nodig, er zijn geen abonnementsformules of dergelijke. Het enige wat noodzakelijk is, is een toegang tot internet op eender welk toestel. En dus de klant voert de betaling uit en als handelaar ontvang je in real-time de bevestiging van die betaling. Ofwel via het handelaarsportaal, dat is een website waar al die transacties onmiddellijk op verschijnen, ofwel via je kassasysteem, dat is de normale manier van werken. Payconiq heeft een zeer eenvoudige prijsstructuur, er wordt enkel gewerkt met een transactiekost. En uiteraard zorgt het ook voor je eigen veiligheid. Cashless betalen zorgt altijd voor je eigen veiligheid. En ook de betalingen zelf zijn 100% gegarandeerd. Van zodra de bevestiging van de betaling in het handelaarsportaal verschijnt, is die transactie uitgevoerd en ontvangt u de dag nadien de gelden op uw rekening. Wat zijn nu de verschillende mogelijkheden? Er is maar één manier om betaald te worden, dat is via Payconiq uiteraard. De meest bekende, die iedereen waarschijnlijk wel ergens gezien heeft, dat is de stickeroplossing. Dat wordt vaak gehanteerd bij handelaren die bijvoorbeeld nog geen terminal hebben of die ambulante handel hebben. Dus ook dokters nemen die code dikwijls mee op de baan, omdat ze geen andere toestellen mee hoeven te nemen. Dat is niet gelinkt aan een kassa, dat is een volledig op zichzelf staand systeem. Dus de klant scant de QR-code, geeft zelf het bedrag in en u ziet het scherm aan de kant van de handelaar. In real-time komt de bevestiging op het handelaarsportaal.
Bij die QR-codes kan je opteren om een vast bedrag te voorzien. Dat zou handig kunnen zijn als u een product verkoopt dat steeds dezelfde prijs heeft, bijvoorbeeld. Of u kan ook een vaste mededeling voorzien. Wanneer is dat interessant? Als je bijvoorbeeld wenst te traceren, misschien heeft u een in-store, dus een winkelpunt, maar doet u ook leveringen, dan kan u perfect een code aanmaken met als vaste mededeling leveringen, zodat u het verschil kan zien. Ik denk dat de belangrijkste zaken, wat dat ook mogelijk is, dat is juist nog niet vermeld, die QR-codes, daar kan je de optie activeren, de GPS-optie. En dat wil zeggen dat mensen ook van op afstand kunnen betalen. Dus ze hoeven niet noodzakelijk in de winkel te staan om die QR-code te scannen. Als je de GPS-optie geactiveerd hebt, dan kan uw klant u via de winkellijst ook opzoeken en dus ook een betaling ontvangen. Misschien handig voor de bakker, als iemand zijn boterkoekjes voor de zondagochtend telefonisch bestelt, kan die onmiddellijk zijn betaling uitvoeren via de winkellijst en hoeft die op zondagmorgen alleen maar op te halen. Betalingen van Payconiq komen in principe lijn per lijn binnen, maar er is ook de mogelijkheid om te groeperen per dag. Dat noemen wij bulking. Dus ook dat is perfect mogelijk. Dat is bijvoorbeeld product nummer 1. Nummer 2, de sticker gelinkt aan je kassa. Daarnet had ik het over een op zichzelf staande sticker. Die sticker kan ook perfect gekoppeld worden met uw kassa. Dan wordt er een betaalopdracht doorgestuurd waar het bedrag in vervat zit. Klant scant de QR-code, geeft zijn pincode in en de bevestiging van de betaling wordt onmiddellijk ook naar uw kassasysteem gestuurd. Dus ook daar heel gemakkelijk, heel simpel. De gegroepeerde uitbetaling, uiteraard kan dat hier ook. En wat het misschien ook wel handig is om mee te geven, hier kan gemakkelijk een reconciliatie op gedaan worden. Als u een referentie meegeeft aan die betaling, dan kan die gelinkt worden aan een inkomende factuur van u, indien gewenst. Je kan ook een QR-code plaatsen op een kassaticket. Er is misschien eerder een toepassing voor in de horeca. Dus als iemand zijn rekening vraagt, kan je die rekening brengen en staat de QR-code onmiddellijk op die rekening. Van zodra het er betaald wordt, komt de bevestiging ook op de kassa, net zoals alle anderen. En dezelfde voordelen gelden uiteraard nog steeds. U kan de QR-code ook op een scherm laten verschijnen dat naar de klant gericht is. Dat is uiteraard wel een noodzaak, maar als u dat heeft, kan ook daar die code op gegenereerd worden. Hetzelfde systeem, klant scant de code, geeft zijn pin in en de bevestiging wordt automatisch naar uw kassa gestuurd. Voor webshops hebben we uiteraard ook een oplossing, dus dat is onze Payconiq Online. Dat werkt eigenlijk op exact dezelfde manier als elk soort andere betaling, alleen wordt er een QR-code gegenereerd op het einde om de betaling uit te voeren. Voor de online is de integratie van een API nodig, maar er zijn al heel veel partners die dat voor u gedaan hebben, dus waarbij u terecht kan als u dat niet ziet zitten om dat zelf te doen. Ook hier weer hetzelfde principe, onmiddellijk de bevestiging van de betaling. Het is zo, als u één of meerdere producten neemt, bijvoorbeeld u heeft een webshop en u heeft een fysieke winkel, dan zal u in het handelaarsportaal al die transacties kunnen nagaan. Dus van zowel de online als de offline betalingen. Dus die worden gegroepeerd in één overzicht, wat ook wel handig is voor u om op te volgen. En dan heb ik er nog eentje, de QR op factuur.
Deze QR-code is eigenlijk een unieke QR-code. Dus achterliggend worden al die QR-codes per factuur aangemaakt. En die kunnen ook maar één keer gescand worden. Dus dubbele betalingen ga je zo niet hebben. Die QR-code bevat uiteraard het bedrag, maar ook de gegevens van de klant die u meegegeven hebt. En we zien dat betalingen, dat facturen die een QR-code bevatten, veel sneller betaald worden dan facturen met een gewoon overschrijvingsformulier. Dus dat is zeker wel een interessante. Hier kan je kiezen om een gestructureerde mededeling mee te geven of een vrije mededeling. En die gestructureerde mededeling, daar kan u achteraf de files inladen in uw boekhoudsysteem via Cora Files. Dus een reconciliatie hierop is ook zeer eenvoudig. En dan is als laatste optie hebben we de QR op terminal. Dus ik weet niet of je het al uitgetest hebt, maar op uw Worldline of CCV terminal kan u ook perfect een code van Payconiq laten genereren. Hetzelfde principe, klant scant de QR-code enzovoort enzovoort. De aanbieders van uw terminal kunnen u zeggen of het mogelijk is op uw terminal, ja dan niet, want het is niet altijd bij elk type mogelijk, momenteel, dat wordt uitgebreid. Ik kan me voorstellen dat jullie nu allemaal zitten te springen om een contract af te sluiten, hold your horses. Er zijn enkele formaliteiten voor nodig. Wij hebben voor jullie speciaal een link aangemaakt naar ons digitaal contract. Die link is unizo.ikwilpayconiq.be. En houd dan zeker bij de hand al uw bedrijfsgegevens, een uitreksel van het UBO-register en een kopie van de identiteitskaarten van de UBO's recto verso. Dit is voor als u rechtstreeks met ons direct een contract wenst af te sluiten. Uiteraard hebben wij heel veel partners die dat ook voor jou in orde kunnen brengen. Op de website www.payconiq.be kan u een overzicht vinden van al onze partners. En dan kan u ook direct zien of Payconiq op uw kassasysteem of zo al geïntegreerd is. Dus daar vindt u het volledige overzicht. Van zodra dat het contract bij ons binnen is, neemt het ongeveer een 12 werkdagen in beslag voordat het geactiveerd kan worden. Hoe weet je nu dat je actief bent? Dan krijg je van ons een welkomstmail met daarin een link naar het handelaarsportaal. En een tweetal weken later volgt er een postpakket waar dan uw fysieke code in zit als u voor de stickeroplossing gekozen heeft. En promotiemateriaal. Want als mensen niet weten dat je Payconiq aanbiedt, gaan zij het ook niet vragen. Ze zijn niet allemaal zo fanatiek als ik om overal te gaan vragen van heb je Payconiq. Vandaar is het ook handig om het toch kenbaar te maken aan de klanten dat je daar hebt. Dat was een beetje de praktische toelichting. Ik heb veel gezegd, misschien zijn er vragen en ik beantwoord die met plezier straks. Maar nu geef ik even het woord aan mijn collega Inge. Dankjewel, Eva. Goedenavond iedereen. Dus zoals Kim al aangaf, werk ik mee op de afdeling marketing. En willen wij natuurlijk ook voor de handelaars extra ondersteuning bieden. Met name al het materiaal dat wij opsturen. Dat zijn bijvoorbeeld table tent cards, raamstickers, etc. die wij aanbieden. Maar buiten dat proberen wij ook nog grotere campagnes op te zetten. En met name voor dit najaar zijn wij weer de trotse partner van Weekend van de Klant. Hè, 2 en 3 oktober. En dit jaar gaan we weer voor een goed doel gaan, net zoals we vorig jaar eigenlijk hebben gedaan. Dat wil eigenlijk zeggen, samen hebben we met Worldline. Dat is natuurlijk een van de partners ook die de terminal eigenlijk aanbiedt, waar de QR-code systematisch dit jaar op uitgerold wordt. Dus waarbij dat Payconiq dan automatisch gaat komen. Met hen samen zijn wij partner van Weekend van de Klant en bieden wij voor elke transactie die tijdens het weekend gebeurt met Payconiq,
via sticker of op terminal, 1 cent aan Digital for Youth. En Digital for Youth staat eigenlijk in voor het opknappen van oudere laptops. En zij delen die dan uit aan jongeren die het nodig hebben en die niet altijd de middelen hebben. Dus wij vinden dat toch als bedrijf die ook vooruitstrevend is, vinden we dat heel belangrijk dat de jongeren, dat we daarmee de digitale kloof een beetje ook kunnen gaan verkleinen. Na weekend van de klant gaan we voor dit jaar de eerste keer Pink Friday organiseren. Jullie kennen allemaal waarschijnlijk Black Friday, dat is dit jaar op 26 november. Maar wij willen iets terugdoen aan de handelaars ook die het dit jaar moeilijk hebben gehad en vorig jaar. We weten allemaal door welk beestje dat kwam. En die dag gaan alle transacties gratis zijn. Dus dat is het goede nieuws voor de handelaren. Maar wij vragen dan ook voor alle handelaren die Payconiq aanbieden, om ook een beetje mee dat te promoten bij de gebruikers, bij jullie klanten. Waarom? Op die moment gaan wij ook nog eens geld doorstorten voor ThinkPink. En ik denk dat we allemaal misschien helaas wel iemand kennen die met borstkanker te maken heeft. Dus jullie zijn er goed mee als handelaar en ondertussen steunt jullie consumenten dan ook nog eens ThinkPink. Dus heel mooi iets. Je hoort het, we zijn best wel actief met goede doelen. En daar komt nog een mooie campagne in oktober, zullen we deze lanceren. En die zal verder doorgetrokken worden naar het najaar. Dat is Scan for Change. En zoals Eva daar straks al even vermeldde, is als je de bankrekening gekoppeld hebt in de app, dan kan je die VAS, kan je dat soort zaken nog bekijken. En Scan for Change maakt eigenlijk dat je direct vanuit de app donaties kan doen naar de goede doelen die zich aangesloten hebben met Payconiq. Dus het is super makkelijk. Je moet niet een klassieke overschrijving gaan doen. Maar je kan gewoon vanuit de app makkelijk €2. En je kan al best met €2 heel veel betekenen. Dus dat is ook nog iets dat we gaan uitrollen in de maand oktober en dus doortrekken tot zeker na de feestdagen. En het is ook belangrijk, vinden wij, dat we zo de goede doelen gaan proberen te helpen, ook om nog meer inkomsten voor hun te genereren. Want zoals jullie weten, zeker het afgelopen jaar hebben zij het ook heel moeilijk gehad dat ze geen events mochten organiseren om geld in te zamelen. En zo willen wij daar ook weer een steentje aan bijdragen. Dan heb ik voor jullie nog, nadat Eva ook heel veel cijfers en heel veel nuttige info heeft gegeven, kort even een testimonial van een van onze handelaars laten zien op een filmpje. Dus dat is even plezant. En dan nadien stel ik voor dat we de vragen wat verzamelen. Dus ik ga nu even de video starten. Zo, dat was het videootje. En ik stel voor dat we nu misschien gaan kijken, Kim, naar de vragen die zijn binnengekomen, als die er zijn. Ja, sorry, ik kreeg mijn micro niet aan. Ja, absoluut. Ik wil meteen eerst ook nog eventjes meegeven dat als er momenteel dus nog vragen zijn, als er zaken zijn waarop jullie een antwoord hadden verwacht en dat antwoord is nog niet gekomen of als er nog iets onduidelijk is, het is de moment, dus je mag me dat nog altijd laten weten in de chat.
Een vraag die binnenkwam ook, Eva, is, je zei daar straks, er zijn geen abonnementskosten. De enige kost is dus die per transactie. Maar wat is dan precies die transactiekost? Dat hangt er vanaf van welk product het is. Als het gaat over een in-store betaling, dan is het 6 cent. Een online betaling is 20 cent. Dat is uiteraard onze rechtstreekse prijs. Stel nu dat je via een tussenpartij werkt, ja, dan bepalen die de prijs, want dan betaal je nog voor de service bij, uiteraard. Maar rechtstreeks 6 cent, 20 cent. Oké, en je zegt, er is nog een verschil op basis van het product, of heeft het dan vooral te maken met het kanaal? Nee, het heeft voornamelijk te maken met het kanaal, omdat het een ander product is, afhankelijk van het kanaal. Dus de online is 20 cent, maar op uw kassa of de stickeroplossing is 6 cent. Ah ja, oké, perfect. Is er een maximumbedrag voor de transacties die kunnen plaatsvinden via Payconiq? Er is een maximumbedrag voor de consument. Dat hangt af van de bank. Dat overzicht is ook terug te vinden op onze website. Voor de ontvangen zijn er geen limieten. Ik zie hier wel dat er in de chat staat, hoe komt het dat ik slechts tot 250 euro kan ontvangen. Dat is omdat je werkt via de particuliere oplossing. Waarschijnlijk wordt er een code gescand van op de telefoon. En dan is er inderdaad een limiet en die ligt op 250 euro. Maar dat is voor de particuliere toepassing. Voor de professionele, dus als je werkt met een sticker of dergelijke, zijn er geen limieten om Payconiq betalingen te ontvangen. Ah ja, oké. Dus daar zit hem dan het verschil. Oké, duidelijk. Ik zie voorlopig niet meteen nog vragen binnenkomen via de chat. Nu, we wilden sowieso ook graag weten van iedereen hier aanwezig wat jullie van de presentatie vanavond vonden, of jullie het interessant vonden, welke informatie voor jullie het meest interessant aan is geweest. Al jullie feedback is in ieder geval ook nog zeer welkom via onze chat. We zullen hem nog eventjes laten openstaan, ook moest er nog een vraag opborrelen terwijl. Maar zo niet, dan stel ik voor dat we afronden. Zoals gezegd, als we zo dadelijk de opname stoppen, krijgen jullie de opname of de video beter in jullie mailbox. Dus dan kan je alles nog eens herbekijken. Als er achteraf dan toch nog vragen of opmerkingen zijn, dan mag je dat altijd aan mij laten weten via retail@unizo.be. En dan zorg ik er wel voor dat de vraag alsnog bij Eva of bij Inge terechtkomt. Ik ga nog eens eventjes kijken. Er komen ondertussen nog een paar vragen binnen. Dus als jullie het goed vinden, dames, dan gaan we die nog stellen. Is iemand die vraagt of er... is er een bepaalde QR-code-scanner die jullie adviseren? Maar ik denk dat de scanner... Het scannen van de QR-code gebeurt via de Payconiq by Bankcontact app van de gebruiker zelf. Dus je hebt zelf niets nodig. De gebruiker heeft zijn telefoon nodig en jij een code die ofwel op een scherm ofwel op een sticker of eender waar kan aangeboden worden. Dus er is geen QR-code-scanner nodig. Ik zie hier nog een vraag. Werk mobiel. Ja, ik zie hier ook iemand binnenkomen die zegt van ja, ik zou misschien nog wat meer op maat van mijn zaakinfo willen. Dus misschien nog niet meteen een overeenkomst sluiten. Waar kan ik het best terecht? Of hoe kunnen zij met jullie contact opnemen? Wij hebben een e-mailadres. Ik heb nog twee andere collega's in dit segment. Wij werken dus met drie. En je mag ons een mail sturen. We hebben een gezamenlijke mailbox. Dat is bankcontactpayconiq.com. Dus prospects@bankcontactpayconiq.com. Mocht er daar toch nog iets mislopen, misschien is retail@unizo.be gemakkelijker, je weet nooit. En dan opnieuw zorg ik er wel voor dat het bij de dames terechtkomt. Ik denk ook dat jullie de bevestigingsmail via het retailadres hebben gekregen, dus dan kan je daar ook altijd je vragen nog wel stellen.
Iemand die toch nog eens bevestiging vraagt of er zeker geen opstartkosten zijn buiten de transactiekosten, maar ik denk dat ik nee mag zeggen. Klopt. Eens even kijken. Hier was het allemaal duidelijk. Ik zie het nog eentje zelf, Kim. Van, ja? Ik ben klant via CCV. Deze transacties komen niet in aanmerking voor de promoties van Dag van de Klant. Nee, effectief. Worldline is partner met Weekend van de Klant. Dus het is Worldline en Payconiq zelf, ja. Super. Oké, voorlopig lijkt alles duidelijk. Goed, ik denk dat er momenteel niet echt nog dingen onduidelijk zijn, maar dus opnieuw, mocht er achteraf toch nog iets bij jullie opkomen, laat het me zeker weten. Eva, Inja, bedankt voor jullie zeer duidelijke uiteenzetting, voor de tips, voor de inzichten die jullie vanavond met ons gedeeld hebben. Ik wens iedereen nog een zeer fijne avond en heel graag tot de volgende keer. Bye bye!